Hey, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Leuk dat je er bent, leuk dat je kijkt. Ik ben me zo aan het klaarmaken. Ik heb echt een leuk topje, vind ik, aan. Deze is van Monkey. Het enige wat ik nog ga doen, zijn de sieraden in doen. Jullie weten dat ik voor dit jaar ambassadrice ben van Ana Luisa. Hoe cute, hoe cute. Het matcht echt perfect met de blouse. En nee, ik heb geen nieuwe piercing. Dit is zo'n piercing die je zeg maar erin kan doen en eruit kan halen. Zonder dat je dus een gaatje hoeft te doen. En ik vind dat echt zo'n mooie look. En dan ook nog met deze. En dan heb ik ook nog deze gekregen. Dit doet me echt denken aan zo'n moonstone. Echt super mooi. Dit is dus wat ik nu aan heb. Ik was aan het twijfelen om bij deze ring de bijbehorende oorbellen te dragen. Had ook nog wel heel mooi gestaan. Nu heeft Ana Luisa echt een superleuke actie op dit moment voor Moederdag. Want jawel, Moederdag staat weer bijna voor de deur. 9 mei is dat in Nederland. Met mijn linkje die ik hieronder in de beschrijving heb gezet, krijg je 15% korting op alle sieraden. De actie geldt tot 9 mei, dus je hebt nog eventjes de tijd. Ik heb mijn moeder al allerlei dingetjes gegeven van Ana Luisa. Oorbellen, een ketting. En die draagt ze echt bijna elke dag. Dat vind ik echt heel erg leuk. Het staat er super goed. Wat ik zo fijn vind aan hun sieraden is dat ze veel bezig zijn met duurzaamheid. Natuurlijk sieraden die dan soms verkleuren, weet je wel. En bij deze blijft gewoon de hele tijd goed. Dat is voor mij iets wat ik heel belangrijk vind. Want ik vind het zo zonde om dan gewoon geld te betalen voor bijvoorbeeld gouden sieraden. Die dan ineens zo gaan vervagen, weet je wel. Dus dit is echt perfect. En ik vind het ook echt een perfect moederdag cadeau. Ik heb niet zo'n productieve dag vandaag. En daar baal ik eigenlijk best wel van. Maar soms is het niet anders. Dus dan moet je ook gewoon niet forceren. En gewoon naar jezelf luisteren. Superleuk, ik heb deze box van Alpro gekregen. Vandaag is het Earth Day. Echt heel erg nice. En ze hebben dus een menu gemaakt. En allemaal verse producten in deze mand gedaan. Ik was net lekker gedoucht, make-up eraf gehaald. Ik voel me een beetje overwhelmed. En wanneer ik dat voel, dan moet ik gewoon echt even helemaal een avondje voor mezelf hebben. En echt gewoon goed voor mezelf zorgen. Dus dit is echt perfect. Dan lekker gezond koken. Ze hebben als avondeten een vegan pasta salade. Goedemorgen, lieve allemaal. Vandaag is het weekend. Het is een ontzettend mooie dag. De zon schijnt. Het zit echt in een goede mood. Trouwens, als je het hebt opgemerkt, ik heb de Celicia van die hoek naar deze gedaan. En de palmplant, zeg maar die grote andere plant, die staat nu in de gang. En die ga ik aan mijn moeder geven. Even een saai dingetje. Ik heb verder heel mijn huis helemaal schoongemaakt, helemaal fresh. Het enige wat ik nog moet doen is stofzuigen, want ik zie dat het niet helemaal lekker gaat. Ik weet niet wat het is, maar ik ben de laatste tijd een beetje obsessed met Niall Horan van One Direction. Hij maakt echt hele chille muziek. Dit nummer vind ik zo leuk. By the way,
Ik heb een Chill Vibes afspeellijst gemaakt. Die staat open. En daar staan op dit moment mijn favoriete chill nummers in. Hij staat hieronder in de beschrijving, mocht je dat leuk vinden. 5,5 uur aan muziek. Nou, dat is toch fantastisch. Welkom bij Your Inner Glow, de podcast over self-love, mindset, innerlijke rust en persoonlijke groei. Slecht weer, maar ik heb mijn trenchcoat aan. Ik sta voor volgens mij de grootste kringloop van Roosendaal. Ik ben echt mega benieuwd. Ik heb er echt super veel zin in. En ik ga jullie meenemen. Ik ben vandaag alleen. Maar er gaat de pret niet meer over natuurlijk. Hij heeft 3,8 sterren van de 5. Ik zag echt al super nice reviews, groot kringloopwinkel, ruim assortiment, prachtige voorraad, goede prijzen, vriendelijke service. Nou, ik ben helemaal benieuwd. Mijn mondkapje matcht met mijn outfit. I'm ready. Ik dacht dus dat het leren rokje cute was, maar kijk. Hij is te groot. Helaas, helaas. Op zich is dit best wel cute. Ik weet niet of dit echt bij me past. Zo'n lui paardenprint. Dat weet ik niet. Het is wel echt een cute rokje. Nee. Wat vinden jullie van deze jurk? Oké, ik twijfel over de jurk. Ik
weet het niet. Ik vind de kleur echt super mooi. Ik vind dit heel mooi. Echt heel mooi. Het enige waar ik een beetje over twijfel is de lengte. Op zich als maxi dress. Ja, ik vind het op zich wel leuk. Ik kan een beetje doorlopen. Ik lijk echt een beetje zo'n man, weet je wel. Met de tossie zo. Doe ik het nou verkeerd? Nee toch? Hij is dus korter. Maar kijk, die achterkant. Wat is dat? Ik vind dit t-shirtje dus best wel cute. Het is wel echt een festival vibe. Inmiddels ben ik weer thuis. Ik vond de kringloop echt heel erg leuk. Het was best wel druk, dus ik kon dus niet zoveel filmen. Dat vond ik wel jammer. Ik was op een vrijdag gegaan, maar het was echt zo druk. Ze hebben echt ontzettend veel spullen. Ik vond het super leuk ingericht. Het was echt, echt heel erg leuk. En ik ben ook nog boven geweest, daar was allemaal kleingoed. En beneden was dus een hele grote ruimte met kleding. En een hele grote ruimte met interieur. En ik wilde jullie nog laten zien wat ik uiteindelijk heb gekocht. Mini shoplog. Ik heb toch de jurk meegenomen. Ik vond hem toch wel echt heel erg mooi. Hij is van Trend One. Geen idee. Maar echt, de kleur is super mooi. En de stof is heel mooi. Nou, hij lijkt gewoon echt helemaal nieuw. Dus ik ben heel erg blij dat ik deze uiteindelijk heb gekocht voor de lente, voor de zomer. Hij was €7,95. Best een beetje prijzen voor een kringloopaankoop. Alleen hij is wel helemaal nieuw. En ik weet dus niet of dit misschien een merk is. Ik vond het hem in ieder geval wel waard. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Toen ik naar de kassa liep om mijn jurk af te rekenen, vond ik deze super mooie kan. Ik was gewoon instant verliefd. Ik moest hem meenemen. En deze was €2, dus die heb ik gewoon meegenomen. Dit heb ik dus nog gekocht bij de kringloop. En nog een kleine reminder dat ik 50% korting op de sieraden van Ana Luisa mag weggeven. Dus klik hieronder in de beschrijving mocht je dat leuk vinden voor Moederdag. Of voor jezelf, of allebei. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze Rose Diaries. Ik vond het heel erg leuk om weer lekker te vloggen. Dus mocht je het ook leuk vinden, laat het hieronder eventjes weten in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond. En dan zie ik je weer in de volgende video.